We hebben nu in de studio Roemi Knoppel. We hadden hem afgelopen vrijdag in Magazine 4 uh, in het kader van uh, het, 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 het Andere. Dat was een website en dan kon je daar naartoe en dan kun je daar wat uit leren. Uh, maar vandaag hebben we hem in de studio om te praten over zijn podcast. Um, Roemi, je moet mij niet kwalijk nemen, mag ik je zeggen? Ja, tuurlijk. tuurlijk, tuurlijk. Oké. Okay. Uh, je moet mij niet kwalijk nemen dat ik pas onlangs wist dat je een podcast had. Ja, nee, dat, dat is ook niet zo vreemd, want we hebben het ook um, recent, recent, uh, recent gelanceerd hoor. Ik denk een week of anderhalf geleden. O, toen pas? Niet zo lang, ja. We zijn wel, ja mijn eerste podcast dat was in 2014, um, maar ik ben toen een tijdje gestopt vanwege drukte. En we hebben het sinds kort weer opgepakt, maar het is wel een heel andere vorm nu. Oké, okay. um, uh, waar concentreer je je op je podcast? Of, is het, of, is het, of zijn de onderwerpen heel breed? Het is, de um, focuspoints liggen voornamelijk op spiritualiteit... maatschappelijke issues, ondernemerschap... en natuurlijk ja, politiek, we leven Suriname... maar ik probeer dat te vermijden... maar het lijkt alsof het elke keer toch erin sluipt. Mm -hmm. um, ik heb niet per se onderwerpen, de gast die er is... Die bepaalt het onderwerp, want ik, ik werk niet met een script. Okay. Ik werk echt dus met de antwoorden van de personen en En hoe, hoe, hoe kom je aan je gasten? Uh, nou, we nodigen ze uit. Dat is een teamverband. Ik, um, de heer Josh Tarsha, die is ook in het team van Freedom Vibes, en hij is dus degene die actief gaat, op zoek gaat naar gasten. Maar we zoeken wel naar gasten die. Um, uh, ik wil niet lastig zijn, maar die wel op een bepaald niveau uh, zitten. Ja, nee, het is wel niet lastig. Het, is, nee. <laughs> het, 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 het heeft daarmee te maken met het niveau ook van het programma dan. Hè? Een ja. slechte gast maakt jouw programma ook slecht. Ja, tenzij je sensatie wel. Hmm. En dat is dus ook één van de zaken: um, we willen de standaarden echt hoog houden. Hmm. Um, we, we zijn niet sensatiegericht. Uh, we willen in het programma spelen voornamelijk met ideeën. Hoe heet het programma? Freedom, Freedom Vibes Podcast. Oh, gewoon Freedom Vibes Podcast. Een podcast, ja. Oké. Okay. En um, jullie zijn al nu een week uh, bezig. Op welke dag is die podcast te beluisteren en te zien? Oké, okay, het wordt dus uh, nu uh, uitgezonden op tv twee keer, um, twee keer per week. Uh, ik weet niet of ik reclame mag maken. Dus nee, zal... je mag geen reclame nee, maken, okay. maar je mag wel zeggen van het, Tweak, wordt, uh, TV, uh, het yeah. wordt uitgezonden bij de NOS. Uh, ja, nou ja, dat is het wel reclame, toch? <laughs> <he? laughs> ja, nou goed. Het wordt dus uh, twee, twee, twee keer uitgezonden uh, op tv. We zijn op YouTube, op Facebook en op TikTok. Oké, okay, dus toch een, een, een ruime mogelijkheid om naar die podcast te kijken en te luisteren? Ja, ja, maar dus wat we voornamelijk doen is dat we op, um, dat we op TikTok en Facebook de snippets zetten, dus de mm -hmm. korte highlights. Mm -hmm. En vanuit daar verwijzen we dan uh, naar, naar de YouTube-link waar je ook, ook volledig te beluisteren is. Want soms kan de podcast uitlopen tot ongeveer 2,5 uur, bijna 3 uur. Oké. Okay, um. Jij zou natuurlijk heel positief op, maar toch wil ik het antwoord. Waarom zou men naar je podcast moeten kijken? Oké, okay, sowieso, ik mag met alles trots aangeven, die reacties krijgen we ook, dat uh, in de podcast in onze podcast zaken worden aangehaald um, vanuit andere invalshoeken. De dingen die daar besproken worden, hoor je in principe in Suriname tot nu toe nergens. De meningen, de manieren waarop de meningen worden geventileerd omdat we absoluut niet, er zijn, er zijn we noemen het de uh, Freedom of Vibes pod, podcast, house flow. Dus geen huisregels, want we willen de mensen niet echt het gevoel geven dat ze ergens komen in een, in een strak milieu. En um, dus we hebben house flow, dus dat wil zeggen dat er sowieso geen, want in een podcast mag dat officieel. Mm -hmm. Maar uh, geen krachttermen, alhoewel we een of twee keer wel gasten hebben gehad die een beetje getriggerd waren. Um, vanwege een bepaalde topic en ze hebben het even uitgelaten dat kan, maar vanuit mijn persoon in elk geval niet, dus geen krachttermen. Uh, er wordt ook op de kleding gelet. Um, geen persoonlijke aanvallen, uh, vooral niet naar derden toe die op dat moment niet um, in de studio aanwezig zijn. En... Hoe nou, bedoel je, er wordt ook op de kleding gelet of ze wel of geen kleding... Er, er is een standaard ook okay. voor, voor uh, kleding. En waarom we dat doen, waarom we het zo hebben besloten aan te pakken, is omdat we veelal in Suriname um, merken dat uh, vooral naar de jongeren toe, er veelal een, een niet zo positieve, denk um, je hoor. Dat er niet zo'n positief, um, zal ik het zeggen, er is, er is veel morele afgang. Mm -hmm. En we weten dat als, als wij dan een, een programma presenteren waarover, bepaalde, waarover we praten over bepaalde topics, met de bedoeling door middel van oplossingen uit bepaalde situaties te komen, uh, je hele presentatie. Dan ook erbij zal moeten bijdragen om positief te zijn naar de jongeren. Dus het is ook de manier waarop je praat over ideeën. Dus het is niet bedoeld dat we elkaar gaan aanvallen. We kunnen gerust oneens zijn. Het kan een keertje heftig worden, maar het blijft respectvol. De bedoeling is dat we vooral de jongeren um, direct of indirect gaan proberen te trainen. Van kijk, je kan een gezonde discussie leiden en wanneer, of conversatie leiden. En wanneer je dat doet, uh, blijf wel geconcentreerd um, op. Op de situatie en wordt niet persoonlijk. Oké, okay. ik heb een, een appje hier binnengekregen van iemand die zegt: de, de, uh, Geloof je nou echt dat uh, regels overbodig zijn? Want, in de, uh, dat, want dat was de, vorige, de strekking van jouw vorige podcast. En nu wel regels, zegt die persoon. Ik weet niet waar hij het over heeft. Um, nee, dat is een misconceptie dat veel mensen hebben. Ik heb nooit gezegd dat regels overbodig zijn. Ik, nooit. ik heb juist gezegd dat we harde regels en harde afspraken nodig hebben. Het enige wat ik heb gezegd, omdat men mij een anarchist noemt... Mm -hmm. um, is dat ik zeg dat ik niet geloof in overheersers zoals anarchisten dat geloven. We geloven en dat is, juist, dat is juist eerlijk, omdat uh, dat anarchistisch systeem verklaart... dat er geen speciale personen zijn. Dus, dan, er was een keer in Parijs ja. in 1969... Uh, was er uh, geen overheid? De overheid trad niet op. Dus er was die dag anarchie. En mensen snakten weer naar regels. Want daarvoor is een samenleving. Een samenleving zonder regels is een chaos. Nee, maar dus precies daarover heb ik het. Um, in een anarchistisch systeem zijn er dus juist wel regels die gerespecteerd worden. Maar wat gebeurt? Het wordt gestigmatiseerd in precies deze situaties die u aanhaalt. Dat Wanneer er bijvoorbeeld iets uitbarst, de bom barst en de mensen gaan op straat. En omdat ze zich tegen de overheid ageren, dan wordt het onder het mom gebracht van anarchie. Omdat politici over het algemeen natuurlijk hun macht willen behouden. En ze willen nooit in een systeem komen waar alle strafregels ook op gelijk niveau voor hun gelden. Want dat wil zeggen dat ze zichzelf geen privileges meer kunnen geven. Oké, okay, maar hebben. dat was aan de aanleiding van een, ja. een, een appje. Ja, ja. Terugkomend ja. op de podcast. Um, jullie zijn onlangs weer begonnen. Um, mogen we alvast weten wie jouw gasten zullen zijn? Of is dat nog uh, een geheim van is nog de geheim. bakker? Het is nog een geheim. Ik kan wel zeggen... Wie de gasten tot nu toe zijn geweest, dat is um, een van de teamleden hier van ABC zelf, nog zoals de eerste gast. Dat is uh, Raoul Roep Lal. Mm -hmm. omdat ik vaker gesprekken met hem heb gehad. En het waren prettige gesprekken, ik, uh, ik merkte wat diepgang daar. Mm -hmm. um, de heer Edward Lee, hij is ook een van onze gasten geweest. Hij komt uh, deze week, um, uh, nee de komende week. En we hebben Elvin Roosveld gehad. En uh, de heer Curtis Hofwijks is ook gekomen, maar ja, ik heb eigenlijk al te veel namen genoemd. Okay. Kom ik komen nog aan Oké, okay, nee, maar dat, uh, dat komt allemaal goed. Mag ik je heel veel succes toewensen ja. bij deze podcast? Ja. En dank. ik zal er zeker ook naar kijken en ik denk ook de andere luisteraars. Ja, thank you en ook bedankt voor de gelegenheid. Nee, geen dank, graag gedaan.